machines te tekort hebben, terwijl de mensen klaarstaan, is natuurlijk een beetje onlogisch. Elke dag minder treinen op verschillende spoortrajecten in Gelderland. De NS heeft een personeelstekort en vervoerder Arriva heeft wel personeel, maar kan het niet inzetten. Zo staan de machinisten klaar die nog wachten op een Europese vergunning. En dat is niet het enige waar de roostermaker in het vervoersbedrijf tegenaan loopt. Wat meer zieken bijkomen en je hebt die machinisten die dus zijn afgestudeerd en die dus nog niet die vergunning hebben. En je hebt mensen die ook wel op vakantie willen, want daar zijn we ook allemaal aan toe. Ja, dat alles bij elkaar maakt dat die puzzel niet helemaal goed gelegd kan worden. En daarom hebben we gemeend om op voorhand al diensten eruit te halen en daardoor dus wat minder treinritten aan te bieden. Vooral buiten de spits vallen er deze week dus treinen uit die rijden tussen Zutphen-Winterswijk, Zutphen-Apeldoorn en Arnhem-Winterswijk. Terwijl machinisten klaarstaan zonder vergunning, die wordt afgegeven door de inspectie Leefomgeving en Transport. We maken met nieuwe machinisten die nog op één papiertje wachten waarmee ze dus de trein op mogen. En dat is een EU-vergunning. En normaal gesproken dan zijn we eigenlijk gewend dat het wel redelijk snel geregeld is. Het gaat nu iets langzamer. Dus... Ja, dat is heel pijnlijk. En dus moeten we met z'n allen gaan kijken wat er kan om die vergunning zo snel mogelijk te krijgen. Reizigersorganisatie Rover vindt dat het anders moet en dat de overheid aan zet is. Nou, daar roep ik de minister en staatssecretaris op. Ga kijken wat je kunt doen om hulp aan te bieden aan de inspectie die dat moet doen. Het is een cruciale functie, dat heeft het kabinet zelf gezegd. Minder treinen, ja, wat vindt u daarvan? Ja, dat is niet fijn. Als je machinisten tekort hebben, terwijl de mensen klaarstaan, is natuurlijk een beetje onlogisch. Is vervelend, maar we moeten het ermee doen. Het is niet anders.